Woensdag 6 april werd er in Angerslo een benefietmiddag georganiseerd voor Lorena en Marissa. Met de benefietmiddag hoopt de organisatie geld in te zamelen, zodat de kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. De aanleiding is natuurlijk de vreselijke brand die in het huis heeft plaatsgevonden en waarschijnlijk aangestoken. Waarbij de moeder helaas is overleden en de kinderen het gelukkig hebben overleefd. Maar wel met ernstige brandwonden. En wij vonden dat we iets moesten doen voor die kinderen. Er is natuurlijk niks erger dan je moeder verliezen. We hebben heel veel leuke dingen georganiseerd, waaronder ponyrijden, springkussen. Er wordt van alles verkocht aan bloemetjes, worsten, muffins, van alles. Daarnaast hebben we fantastische optredens van Chris de Roo, Erik van Klinken, Edgar de Troubadour. We hebben heel veel leuke dingen om te komen bekijken en te zien. En natuurlijk misschien wel iets leuks te kopen en daarmee te doneren voor de meiden. De opbrengst gaat natuurlijk volledig naar de meisjes. Op dit moment is een van de meisjes al thuis en heeft natuurlijk, gaat naar haar vader. Alleen vader had nog niet helemaal gerekend op twee dochters in huis. Dus ja, dan is alles weg na zo'n brand. Dus ze hebben eigenlijk niks. Dus we hebben ook heel veel spullen kunnen regelen. Allemaal nieuw natuurlijk in verband met de brandwonden, maar allemaal wel hygiënisch en schoon. Waar ze dan een nieuw leven mee kunnen gaan opbouwen. Ik wil het van de dagen schreeuwen. Ik wil mijn leven met jou delen, zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is. We hebben nu een fijn gezin. Wij zijn als bedrijfje verkopen we ijs en dan proberen we zeg maar een goed bedrag mee binnen te halen. Er staan ook twee kraampjes met tweedehands spulletjes, heeft mijn dochtertje net wat gekocht. Normaal zeg ik altijd van nou wacht maar even, maar nu voor dat goed doel heb ik gezegd van ja hoor, dat mag. Dat wij willen ook gewoon iedereen helpen. En ook sowieso die meiden, dat is gewoon een ramp van de twee meiden. Daardoor zijn wij hier gekomen om even te steunen de familie en ook de meiden zelfs. We denk ik gaan even heen, maar ik hoor nu net van een goede doel en wat dat betreft, nou ja, als je het goede doel begrijpt, dan kun je alleen maar goed genoeg uitgeven. IJs is inmiddels al aangeschaft. Hamburgers. En verder voor de rest, we gaan een donatie doen in het potje. De benefietmiddag levert 3000 euro op voor Lorena en Marissa. En die hele opbrengst, die gaat dan ook daadwerkelijk naar de meisjes toe.